Op zorgboerderij Het Verlaat wonen jongvolwassen mensen op een veilige, rustige plek en kunnen ze genieten van dieren en natuur. Overdag is er een dagbestedingsprogramma voor de bewoners en voor anderen die graag mee willen werken op de boerderij. Ook kinderen komen op vaste tijden op Het Verlaat. Mensen hebben er niet om gevraagd zorg in hun leven nodig te hebben. Net als iedereen willen ze regie hebben over hun eigen leven. Mensen die op de boerderij komen krijgen zorg, maar kunnen zelf ook zorg dragen voor hun omgeving. Daarvoor is een zorgboerderij heel geschikt. Het leven op een boerderij biedt regelmaat. Dieren moeten bijvoorbeeld 2 keer per dag gevoerd worden. Daarnaast geeft het leven met de seizoenen ook gezonde afwisseling. Lammetjes worden in het voorjaar geboren. Oogsten uit de moestuin komt later in het seizoen. In de winter is er meer werk in de binnenhokken van de dieren. Met iedereen die komt worden afspraken gemaakt over wat je wil leren en is er volop keuze in wat je kan doen. Of je nu helpt in de theeschenkerij, de varkens voert of in de moestuin onkruid schoffelt, alles is even belangrijk en daar werken we met z'n allen aan. Het Verlaat. Thuis in zorg.